Hey alle, ik ben Tim en ik bespreek elke week de beste hints en theorieën naar de mol. En in deze video natuurlijk aflevering 3 van de streaming editie. Goed, we begonnen natuurlijk de aflevering gelijk met een hele enge kermis. Hele enge poppen die de bewakers zijn van de kermis. En ze moesten dus hun groepsfoto nagaan maken door middel van 5 schermen. Ging heel soepel. Allereerst besluit Mireille samen met Ben te gaan, als allereerste. Dan denk ik, ja, oké, dat beslis jij zomaar even. Nou moet ik zeggen dat ik Mireille ook best wel verdacht vind in deze aflevering. Maar prima, je hebt als mol gelijk overzicht op dingen. Als je als eerste gaat natuurlijk. En daarin valt ook nog op dat Mireille best wel lang onderweg is. Ze gaat natuurlijk in de attractie en daarna is ze best wel lang onderweg weer terug. Dus wie weet heeft ze daar nogal iets gedaan qua molschap. Verder wordt Ben dan ook nog een keer geraakt. Ja, maar dat hebben meerdere kandidaten wel in deze opdracht. Daar kom je natuurlijk ook niet onder dat er mensen afgeschoten worden. Goed, toen ging ook nog ineens, wat kwam er een situatie dat Kars ineens wegging zonder goede communicatie. Volgens Tieme die zei dat. Kan natuurlijk zijn dat Tieme een beetje de aandacht van hem van zichzelf weglegt op Kars. Zou heel goed kunnen. Maar Kars heeft wel ook snel een attractie gepakt, waardoor er ook wel weer meer duidelijk is over in welke attractie er weer 2 kandidaten moeten zitten. Dus dat vond ik een anti-mol actie van Kars. Verder valt het nog op dat Emma en Tieme uiteindelijk als allereerst op de juiste plek zitten. Perfect gedaan natuurlijk. Daarna kwam er nog een enge situatie met een joker. Tieme die kon €200 inleveren voor een joker, dat heeft hij natuurlijk ook gedaan. Stel je bent kandidaat, ja, ik snap het. Ik had hetzelfde gedaan als kandidaat. Als mol had ik het ook gedaan, want dan lijk je natuurlijk gewoon kandidaat en dan gaat er toch weer €200 uit de pot. En ja, dat is natuurlijk heel fijn voor de mol zijnde. Dan wordt hier nog een paar keer afgeschoten, die teamen, dus ja, goede verdeling. Toen kwam er nog een hele verdachte situatie van Jelmer en Mireille. Die moesten namelijk van de glijbaan en daar moesten ze op de foto samen. Mireille die gleed iets te hard en Jelmer te zacht. Wat daarin opvalt is dat Johan daarvoor een hele goede tactiek had om elkaar gewoon lekker vast te pakken, Simone en hemzelf. Waardoor ze gewoon lekker samen tegelijkertijd naar beneden gleden. Maar Jelmer en Mireille deden dat niet. Wellicht heeft Mireille er hiervoor gezorgd dat ze wat sneller ging dan Jelmer. En dat ze dus alleen op de foto staat. Wat uiteraard een goede molactie is, aangezien je dan weer minder geld verdient voor de pot. Toen twijfelde ze nog even om ze nog een keer te gaan en toen zei Jelmer, nou dat hoeft niet. Dus dat maakt Jelmer ook wel weer verdacht. Mocht je op de hoogte willen blijven van meer van dit soort video's, dat kan. Abonneer hier beneden en dan blijf je op de hoogte van de video's en van de podcast. Toen kwam de test. Johan die twijfelt tussen Simone en Ben. Jelmer die zet in op Tieme. Emma die zet in op Mireille en ook één joker. Tieme die zet ook een joker in en die zit op Simone. Tessa zit op Johan, Kars zit op Simone, Simone zit op Tieme, Mireille zit op Emma en Ben zit op Kars en zet ook één joker in. En wat hierin opvalt is dat Emma en Mireille op elkaar zitten. Het is een hele goede, mooie finale combi wellicht. Dat je hebt de mol zit op de winnaar en de winnaar zit op de mol. Ik herken deze situatie hier best wel in. Kan ook heel toevallig zo zijn. Kan ook zijn dat de makers ons zo willen laten denken. Toen zei Hila na de eliminatie, toen Tessa helaas is afgevallen. Jammer Tessa, heel jammer. Ze zat ook op Johan. Maar toen zei Hila daarna ineens, goh, we gaan weer een opdracht doen. Was een hele toffe opdracht. Er gingen 4 kandidaten naar een radiostation en 4 kandidaten zaten in de auto te luisteren naar die radio. Echt een toffe opdracht. En de verdeling was Emma, Kars, Johan en Jelmer die zaten in de auto. En die werden als duo samengekoppeld aan Simone, Tieme, Mireille en Ben. Die in het radiostation zaten. Nou, je had de eerste deelopdracht. Dat waren de molstemmen. Ja, heel makkelijk als je Wie is de Mol een keer hebt gezien. Of als je een paar seizoenen hebt gezien. Simone en Emma die hadden Ellie Lust. Die hebben ze goed. Mireille en Kars, Tycho, Gernand. Tieme en Johan, Splinter, Chabot. En toen kwam Ben en Jelmer. En die hadden Rob Dike fout. Je kan natuurlijk soms ook een stem hebben waarvan je denkt, goh, wie is dit ook alweer? Ik weet het niet meer. Maar in dit geval kan Ben er natuurlijk ook voor zorgen dat het de moeilijkste stem is. Ja, je weet het nooit in Wie is de Mol natuurlijk. Toen had je de deelopdracht met de nummers. Simone en Emma hadden het goed. Mireille en Kars hadden het ook goed. Tieme en Johan hadden het fout, want Johan kende het nummer totaal niet. En Ben en Jelmer hadden het ook goed. En zeker ook omdat Jelmer daar zegt dat hij samen met Ben had gepraat over Acta de Munnik.
al voor deze opdracht. En dat vind ik dus ook wel weer anti-mols tussen hun twee. Goed, toen had je nog de opdracht de pretletteren. Simone en Emma hadden eten en drinken met de letter E. En daar kwam alleen erwtensoep uit. Als ik even na ga denken, kan je er natuurlijk ook ei van maken of eiersalade. En daarna valt nog op dat Niree en Kars hebben dieren met de letter M. En Niree zegt mol en merel. En dan zegt Kars meerval, muis, markieshond, mankies en marmot. Dan had je nog verder Tieme en Johan, die hadden steden en dorpen met de letter S. Nou, daar kwamen ook heel veel steden en dorpen uit die ik ook nog nooit heb gehoord. Sint-Petersburg had ik wel gehoord en Sint-Jansklooster natuurlijk ook. Maar de rest heb ik nog nooit van gehoord. Verder hadden Ben en Jelmer artiesten en bands met de letter G. Nou ja, Gerard Joling, Golden Earring, Guus Meeuwis, Gordon. Nou, helemaal leuk. Is niet echt de mols bij. Maar wat hierin opvalt bij Niree, terwijl ze het heeft over de dieren, is dat Niree natuurlijk het woord mol zegt. Ja, dat kan natuurlijk precies door de productie zo zijn gezegd. Van goh, mol, Niree, ga jij eventjes in het groepje dieren met de letter M. Je weet het niet, misschien is dat niet bewust zo gegaan, maar misschien wel. En wat daarin opvalt is dat het woord mol pakt en daarna zegt ze ook nog merel. Nou is merel natuurlijk ook gewoon een vogel, maar merel is natuurlijk ook een oud mol. Die uiteraard ook in Omaan was met Jurre Geluk. Dus dit kan ook alweer misschien aansluiten aan het feit dat Niree merel en Jurre heeft ontmoet in de hotelkamer. Nou, toen gingen we gelijk weer door met de volgende opdracht. Ik hou echt van deze nieuwe samenstelling van de afleveringen. Het gaat lekker vloeiend en het gaat lekker er doorheen eigenlijk. En het blijft heel spannend, want het zijn echt hele toffe opdrachten. Nou, goed, ze moeten dus de locatie achterhalen van de anderen. Ze moeten dus van het radiostation rijden naar waar de auto van de anderen gestopt is. Dat was een beetje bij de zee, bij een rotonde in de buurt. En terwijl ze aan het bellen zijn met de kandidaten die ze moeten zoeken, probeert Tieme best wel er doorheen te schreeuwen met een vraag die eigenlijk niet ergens op slaat, vond ik vrij verdacht. Want Tieme die stelt de vraag, wat zie je? Het is niet logisch om dat te zeggen, je moet juist de andere kandidaten zoveel mogelijk laten praten over waar ze zijn. Dus dit vond ik inderdaad wel vrij verdacht. Nou, toen zijn ze dan ook nog verkeerd gereden, een verkeerde afslag, door een foute keuze die wellicht Tieme natuurlijk ook heeft aangestuurd. Maar ja, weet je, dat is een voordeel van de twijfel. Dat kan iedereen gebeuren. Dan zien we aan het einde nog dat Kars en Niree de meeste vragen goed hebben bij de radioopdracht. En krijgen ze dus een voorsprong op de anderen om een vrijstelling te verdienen. Ja, heel mooi natuurlijk. Maar dat zullen we morgen weer verder bespreken in de nieuwe video over aflevering 4 van de streamingeditie. Mocht je deze video nou leuk vinden en interessant, dan kan je altijd abonneren hier beneden, zodat je op de hoogte blijft. En dan zeg ik voor nu weer tot morgen. Laters!